uncover the truth behind 9/11 has been blackballed, ridiculed, and harassed by both the government and media alike for even daring to question the official story. Jimmy Walter, who spent nearly $2 million on an advertising blitz to convince people here in New York and elsewhere that 9/11 was a self-inflicted wound. Jimmy, welcome. Why are you doing this? Op 11 september vlogen twee vliegtuigen door de World Trade Center. De wereld was in shock, maar de meeste wezen gelijk al een vinger naar Osama en zijn bende. Ik kende deze trucjes van propaganda, van Duitsland tot Oeganda, Amerika tot Hollanda. Is het één groot spel, maar dat weet je ook wel. Maar toch leg ik het je uit op de beat van propaganda. Het is in scène gezet door Bush en zijn vrienden. Als moest voor een oorlog waar zij miljarden aan verdienen. We zien de feiten niet omdat velen worden gebrainwashed door radio, kranten, tv, maar ik kijk er doorheen, gast. Dit is niet één van de complottheorieën. Ik zie de politieke ratten zakken door hun knieën. Want feiten drijven naar boven en zijn onderuit. Dus luister goed naar deze gast, want daar ligt het je uit. After September 11th, President Bush had and continues to have permission to do and say whatever he wants, all under the pretext of 9/11. The Patriot Act. Afghanistan. Iraq. Ik zie wat jij niet ziet. Grappie, je houdt je ogen dicht en je luistert niet. Want je wilt niet inzien dat je wordt bedrogen. En het meeste wat je hoort over 11 september is gelogen, geloof me. Of wees neutraal en zoek het zelf uit. Want ik leg het uit, ouwe, en ik rip het lijf. Met pen en papier als mijn wapen, want ik heb geen bij. Om oorlog te voeren tegen al die slechte lijf. Die alleen maar denken aan statistieken. Van die zieke hypocrieten, politieke bandieten. Schieten een land in stukken en plukken het kaal. En zetten bedrijven op zodat zij kunnen genieten. Motherfucker. It's time for America to accept 9/11 for what it was. A lie which killed thousands of people, only in turn killing hundreds of thousands more to make billions upon trillions of dollars. Are you angry yet? You should be. You should be. You should be. Hey, wie kan mij vertellen wat er met ons aan de hand is? Kan me uitleggen waarom niemand op zijn streven staat? Ik voel het op mijn klomp aan, dit kan vroeg of laat. Mensen als iedereen blijft zitten en niemand meer de straat gaat. We moeten laten horen dat we niet meer alles pikken. Dat we niet akkoord zijn met wat Den Haag voor ons beslist. Ze hebben het idee dat ze alles kunnen flikken. Zo genaamd voor de strijd tegen de fundamentalist. Wie beperkt je vrijheid, de moslim of de overheid? Wie verzint er steeds nieuws om wetten aan te scherpen? Ze drukken het erdoor met grote agressiviteit. En de islam wordt gewoon misbruikt om ze te onderwerpen. Privacy is niks meer waard, ze willen alles weten. Weten waar je bent en wat je doet en wat je zegt. En alles in een database, opdat ze niets vergeten. Geen vertrouwen, die volgt de vraag, staat terecht. Kom op mensen, word nu toch eens wakker. Hoe ver moet het nog komen, voordat je beseft dat het net zich aan het fout is. Telkens ziet je strakker, het is absoluut nodig dat je nu je stem bereikt. Het is nu hoog tijd, dat je voor je vrijheid strijdt. Anders krijg je spijt van je onverschilligheid. Toon je bezorgdheid, om de absurditeit. Want dankzij dit beleid, maak je al je rechten kwijt. Op allerlei manieren wordt de burger klem gezet. Voor je eigen veiligheid, zeg maar met een pokerface. En je bloot je door een bodyscanner, want dan reist de wetten met je vingerafdruk in de nationale database. Alles lijkt geoorloofd in de strijd tegen terreur. Sla de kranten maar op na en je snapt wat ik bedoel. Ik maak me ernstig zorgen, dus vergeef me dat ik doorzoek. Maar overheidscontrole geeft me niet zo goed gevoel. Omsporingsregisters zijn er voor de criminelen. Maar blijkbaar zijn we tegenwoordig allemaal verdacht. De meeste mensen lijkt het echt om niet te kunnen schelen. Dan is recht op zelfbeschikking steeds meer wordt verkracht. Ben je al zo lang geslagen dat je het niet ziet? Heb je oogklep op of ben je extra dom? Dat je niet in de gaten hebt dat je wordt bespied door camera's met microfoons in de bebouwde kom. Hoe is het toch mogelijk dat niemand protesteert? Dat er niemand opkomt voor zijn recht op privacy? Als er één belangrijk ding is dat geschiedenis ons leert, is dat we niet gebaat zijn bij zo'n strikte registratie. Het is nu hoog tijd dat je voor je vrijheid strijdt. Anders krijg je spijt van je onverschilligheid. Toon je bezorgdheid om de absurditeit. Want dankzij dit beleid maak je al je rechten kwijt. Hou je van je privacy, ben je gelijk verdacht. Ik kan er niet meer tegen zitten, echt meer in mijn maag. Want elke dag opnieuw wordt er weer eens nieuws bedacht. Door een politiek onder nul ergens in Den Haag. Teken je bezwaar, krijg je geen respons. Maar krijg je het gevoel dat je tegen de muur praat. De politiek die luistert niet, ze hebben scheid aan ons. We moeten protesteren, anders is het straks te laat. Want de overheid vertrouwt ons niet, wat hebben we misdaan? Wat doen we verkeerd, hebben we ons gespioneerd? De tijd is rijp om met z'n allen op te staan tegen de controlestaat die de overheid creëert. Om de vier stemmen zet geen zoden aan de dijk, want een gemiddelde politicus is een volksverwakker. Sluw als een vos en o zo vindingrijk, maar is nog hoop, want McDonald's schudt je wakker. Het is nu hoog tijd dat je voor je vrijheid strijdt. Anders krijg je spijt van je onverschilligheid. Toon je bezorgdheid om de absurditeit. Want dankzij dit beleid maak je al je rechten kwijt. Yo.
dun 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 dun. Iemand zei dat het is Bin Laden. Shalom aleikum. En moet dan naar het station. Tuut tuut. Billah beep. Yo, Bin Laden. Want ik hoor iets klikken, iets in die doos is aan het tikken. Dit zorgt soms voor veel stress, onder andere bij de NS. Koffers die alleen blijven staan, zijn potentieel om af te gaan. Even bellen, en holla idee, er komen de boys van de EOD. Veiligheid voor alles, je lacht je rot, dan komen ze weer aan met die robot. Liep liep dong dong, wat dacht je ervan? Het is een horloge uit Taiwan. El-El-Qaeda. Een jaar of wat geleden in die torens van het WTC. Die bommen, niet goed gegaan, dan maar als verticale landingsbaan. Spanje, in die treinen dus, ook Londen was het, de metro en bus. Als je het ziet schrik jij je rot, maar Nederland blijft steeds buiten schot. El-El-Qaeda. England en Amerika. El-El-Qaeda. You will die, England en Amerika. Je vraagt je af, zitten zij te pitten? Weten ze dan wel waar we zitten? Hallo, hallo, ik ben hier. We zitten met z'n allen hier. Wat is er met Holland aan de hand? Zijn we dan niet interessant? Wat dacht je van die Zwanenburgbaan? Daar kan je toch met een bazooka gaan staan? Groningen dan, de Martini-toren. Daar kan je met gemak een Boeing in boren. De botlek, begrijp je wat ik bedoel? Gun ons die mooie paddenstoel. Wees welkom, dus ook vannacht. Kom gezellig langs bij 538.